Hi, wil je weten wat wij precies doen als het gaat om bedrijfsrecht? Kijk dan verder. In deze video ga ik je kort uitleggen wat ik doe als het gaat om bedrijfsrecht. Deze video is niet bedoeld voor grote bedrijven. Deze video is puur bedoeld voor ZZP'ers, start-ups en MKB'ers. Stel je voor je wilt beginnen als ZZP'er, ik help je gelijk bij het begin met het opstarten. Ik help je niet alleen maar met het opstarten als het gaat om contracten. Ik help je met het opbouwen van je eigen systeem. Hierbij kan je denken aan je administratie of je boekingssysteem, zodat jij een goed begin kan maken. En als het gaat om contracten, dan kan het zo zijn dat ik bepaalde contracten voor je ga controleren en zeggen wat je het beste kan doen in bepaalde gevallen als het gaat om onderhandelen. En soms kan het ook zijn dat ik ga onderhandelen namens jou. Dus dat is een beetje wat ik doe als het gaat om ZZP'ers. Als het gaat om start-ups, hierbij kan je denken met het opzetten van hun eigen systeem, het controleren of het voldoet aan hun privacyregelgeving, maar ook adviseren wat ze het beste kunnen doen om het systeem goed te beschermen. Hierbij kan je denken aan intellectuele eigendomsrechten, softwarerechten. Dus daarmee help ik start-ups om hun concept te realiseren. MKB'ers help ik hun shit op orde krijgen. Sommige MKB'ers hebben hun shit niet op orde. Hierbij kan je denken, hun administratie is niet op orde, hun systeem is niet geautomatiseerd. En dat is nogal jammer, want hiermee loop je heel veel geld mis. Ik help MKB'ers met het opzetten van een goed systeem, zodat alles geautomatiseerd wordt. Want daarnaast help ik hun ook met contracten voor leveranciers. En ik zeg ze wat ze wel of niet kunnen doen in bepaalde gevallen. En ik geef ook altijd een aantal tips hoe ze het beste kunnen uitbreiden. En om concrete voorbeelden te geven, soms ga je samenwerken. Stel ik samenwerkingsovereenkomsten voor je op. Soms ga ik voor je onderhandelen voor samenwerkingsovereenkomsten. Of stel je voor je wilt personeel aannemen. Ik stel arbeidsovereenkomsten voor je op. Maar ik ga ook wel kijken van, oké, hoe moet je omgaan met bepaalde personeel? En heb je die daadwerkelijk nodig om je doel te realiseren? Als het gaat om start-ups, dan help ik met samenwerkingsovereenkomsten. Ik help hun met het opstellen van arbeidsovereenkomsten als ze van plan zijn om personeel aan te nemen. Als ik je kan helpen, neem gerust contact met me op. Als ik je niet kan helpen, dan doe je het gewoon heel goed. Kan ik jouw vrienden of familie of zakenpartners helpen? Laat hen contact met mij opnemen. Of stel mij voor. Jij helpt hun, jij helpt mij. En ik ga volgens kijken hoe ik jou kan helpen. Heb je vragen hierover? Neem gerust contact met me op.